kijkt u naar een cultureel platform bij Boekhandel Scheltema, het wekelijkse programma. Deze week hebben we Kader Abdollah, de Nederlands-Iraanse schrijver, met zijn nieuwe boek Spijkerschrift. Schrift wordt ingeleid door een vriend van de auteur Kader Abdollah, de dichter Paul Gellings. In de uitnodiging van vandaag staat dat ik zal spreken over Spijkerschrift. Dat heeft mij aangenaam verrast en ik zal het graag doen. Al dringt meteen de vraag zich op of men wel kan spreken over Spijkerschrift. Kan men spreken over Spijkerschrift? Want zowel het millennia oude uit de landen van Kish, Uruk en Ur stammende schrift als de nieuwste roman van Kader Abdollah hebben hun mysteries. En dat is maar goed ook. Zonder mysteries geen literatuur, geen verhalen, geen poëzie. Het lezen van onze eigen, bij voorkeur onbevestigde vermoedens is, literair gesproken, het mooiste wat er bestaat. Omwille van de duidelijkheid zal ik mijn betoog vandaag verengen tot het boek van Kader. Maar daarbij af en toe wel knipogen naar kleitabletten en bekraste rotswanden. Op naar het boek dus. Een aangename opeenvolging van spelonken in taal. Wanneer ik in een roman van een willekeurige, niet nader te noemen, moderne romancier de aankondiging zou tegenkomen: ik ben een alwetende verteller en zometeen geef ik het woord aan een van mijn personages, dan zou ik lichtelijk geërgerd denken: tja, hier wil iemand duidelijk laten merken dat hij niet van de straat is, dat hij in ieder geval weet van literatuur en vertelsituaties en dat wij ons niet moeten vergissen, wij lezen niet zomaar een roman, maar ook en vooral een demonstratie van een schitterende narratologische theorie. In Parijs sprak men in de jaren 70 gekscherend van het soort literatuur dat met name in nachtclubs en op buitenlandse universiteiten werd gelezen en bewonderd. Niets van dat alles bij Kader Abdollah. In Spijkerschrift gaat het echt om het vertellen en om het echte vertellen. Het boek is net als zijn vorige boek en de daaraan voorafgaande boeken, talig en verhalig. Poëzie en proza. En staat om die reden dichter bij het Gilgamesh-epos dan wat doorgaat voor belangrijke experimentele literatuur, academisch gegoochel met vertelsituaties. Tegelijkertijd is het vernieuwender dan welk experiment dan ook en bovendien leesbaarder. Want waarachtiger dan de hedendaagse door de media en misschien op het moment ook wel door beursgangen opgezweepte hype en broddelliteratuur. Dit moest me even van het hart, maar na deze afrekening ga ik het toch echt over Spijkerschrift hebben. Ik ga het boek niet samenvatten, want met een samenvatting vertel je feitelijk een ander verhaal, waarmee je de tekst die voor je ligt geen recht doet. Nee. Ik wil het hebben over een paar dingen die mij zijn opgevallen en die me hebben ontroerd. De hoofdpersoon in het eerste deel, en daarop volgende delen, maar in het eerste deel heel prominent, is Aga Akbar. In zijn jongelingsjaren heeft hij twee vrienden, Seyed Shotja en Jaffa de Spin. De eerste is blind, maar heeft een scherp gehoor. De tweede kan niet lopen, maar heeft een scherpe tong en veel inzicht in vrouwen. Aga Akbar zelf is doofstom. Ze worden elkaars ogen, oren, benen en nog veel meer. Ze dragen elkaar letterlijk wanneer ze naar de hoeren gaan.
En ze dragen elkaar figuurlijk wanneer bijvoorbeeld Aga Akbar een geslachtsziekte opgelopen blijkt te hebben. Ik vind dit een meesterlijke metafoor van het menselijke tekort en van het ontstaan van menselijke beschaving, samenwerking, samenleving, dan wel cultuur, als rechtstreeks gevolg van onze tekorten, onze gebreken. Nu volgt een intermezzo met Persische muziek. De auteur en balling Nassim Ghaksar die houdt een inleiding over het Persische, de Persische kant van het werk van Kader Abdollah. One day, as I was working in my office, one of my friends came in and along with him was a young man who gave me a hearty and friendly handshake and introduced himself as Kader Abdollah. I could hardly believe it. He laughed and repeated again his name. My amazement increased when I found out the book that I mentioned before was the only book he had ever written. We became friends and I asked him to work with me at the magazines. Kader published the first of his short story named Taxi Driver and a literature magazine which I published there. I cut again and let's go to another shot or another scene. A year later, one day when I was in my office, Kader came in and a girl around the age of 17 or 18 was with him. Kader told me that he had brought a special guest to me and then asked her to introduce herself. When I heard her name, I realized that she was the same girl
who had written those letters to me a few years ago. To be sure, I asked her if, in fact, she was the one with a laugh that reminded me of Badr. At our first meeting, she said that she was the same girl. I asked Badr, very curious, that how he knows her, with his original form of way of his talking, which by now was almost familiar to me, he told me that she was her sister. Again, for the second time, he had surprised me with his behavior, and I was really astonished by his silence about the subject for the whole year that we had known each other. Father came to Holland in 1988, that is 5 years after my arrival. Okay, but I have told this long or short story to get to this point, that when 4 years later he told me that he had decided to write in Dutch, I really was not surprised at all. En nu ziet u de schrijver zelf, Kader Abdollah, gevolgd door zijn dochter Dena Abdollah, die voordraagt uit het werk Spijkerschrift. Ik ga ze maar. Salam en welkom. Het is een feestelijke, het is een grote dag voor mij, niet voor mijn boek, omdat jullie aanwezig zijn. Omdat heel veel vrienden van mij, zowel mijn Nederlandse vrienden als mijn Persische vrienden aanwezig zijn. Het is een feest voor mij. Dank u. Dank iedereen. Het boek is uit. Ja, het duurde 3 jaar. Ja, dat is normaal. En mijn dochter was vroeger mijn dochtertje. Maar nu is zij mijn assistente geworden. Ja, ze let alles op. Maar nu, mijn haar zit niet goed. Heeft ze 5 keer tegen mij gezegd. Maar ik had geen gel bij mij. En het regende buiten, maar toch. Zij is niet tevreden. En zij is een vriend. Ja, ik ben ook trots op haar, niet als een vader, maar als een vriend. Vanaf het begin ben ik eigenlijk al een beetje een semi-corrigeerder. Vaak gebeurde het dat ik diep in de wiskundesommen zat en naar beneden werd geroepen voor een koffiepauze. Althans, dat dacht ik. En, maar voordat ik het wist, kwam hij al met de vraag. Dena, hoe schrijf je nou eigenlijk het bureau? Is het de bureau of het bureau? Is het A of EU? Of, ik was er onderhand al aangewend. Maar na een tijdje kwam hij niet meer. En ik begon me af te vragen waar het aan zou liggen. En was hij nou echt zo goed geworden of lag het nou aan de Word 2000 of zo? Dus een computer, ik wist het niet, hè? Na 3 jaar is hij eigenlijk al bezig met Spijkerschrift en ik was een van zijn eerste lezers. En elke keer kreeg ik een hoofdstuk en ik vroeg me steeds af hoe het verhaal eigenlijk verder zou gaan. Maar pas nu het af is, besef ik eigenlijk hoe dicht ik op het hele proces zat. Spijkerschrift heeft me veel geleerd over Persische geschiedenis en over liefde en over moed en over angst en pijn. En nou, ik wou eigenlijk zeggen, was ik trots op jullie. Nu zal ik even een klein stukje voorlezen. S'avonds laat kwam mijn vader bij me op mijn kamer. Hij zei niets, maar ik zag dat de vraag nog steeds in zijn ogen brandde. Moet je niet slapen? Gebaarde ik. Nee, ik kan niet slapen, antwoordde hij. Hij bekeek mijn nieuwe boeken. De boeken die ik in zijn afwezigheid gelezen had. Er stonden ook enkele
enkele boeken van Dr. Poor Bahloon tussen die niet van mij waren. Hij liep er met zijn vingers langs en het leek alsof hij de titels op de ruggen bestudeerde. Ga maar zitten, gebaarde ik. Hij ging op zijn knieën op het tapijt zitten. Ik nam tegenover hem plaats. Je vroeg me waarom ik niet bad, zei ik. Waarom vertel je eerst eens waarom jij bidt? Wat zeg je? Ik vroeg, waarom bid jij? Waarom buig je? Waarom zet je je voorhoofd tegen de grond? De hemel, gebaarde hij naar de lucht. Ik doe het voor de hemel. De hemel? Wie is er in de hemel? De heilige, gebaarde hij. Welke heilige? Vertel me eens wat voor een heilige. Hij glimlachte, had geen antwoord, liet zijn handen op zijn knieën rusten. Het leek alsof het einde van de discussie was. Ik kwam overeind en zocht naar een boek dat over het heelal ging en waarin veel plaatjes van sterren stonden. Kijk eens hier, kun je zeggen wat voor plaatje dit is of waar het over gaat? Nee, natuurlijk wist hij dat niet. Hij zag niets anders dan een melkachtige streep, een weg, een route in de nacht. Kom eens kijken. Ik deed het raam open. De nacht was donkerblauw. Er flonkerden miljarden sterren en de melkweg was helderder dan ooit aanwezig. Dat is dit plaatje, gebaarde ik. Ik wilde hem vertellen dat er in het begin niets was en dat er ineens iets ontplofte en dat toen alles begon te stromen. Weg te gaan, net als de melkweg die uit zoveel en zoveel en zoveel sterren bestond en nog altijd wegstroomde. Ik deed een poging en probeerde wat ik zelf geleerd had in onze gebarentaal te vertellen. Het resultaat was dat hij me zwijgend bleef aankijken. Waar heeft hij het over? Bijna wanhopig schakelde ik over op iets anders en ineens verraste ik hem met een alledaagse werkelijkheid. Weet je wel dat de aarde beweegt? Wat? En dat jij, ik en ons huis om de zon draaien? Ik gebaarde naar de sterren. Verzamelde al die sterren in mijn linkerhand, voegde er de rivier van onze stad en de berg aan toe en zette mijn vader daar bovenop. Vervolgens perste ik alles samen met mijn handen en pakte de geburste mol materie nu over in mijn rechterhand. Dit hield ik voor zijn gezicht en liet het ineens ontploffen. Boom! Sterren, sterren, nogmaals sterren en dan de zon en de aarde en de maan en dan mijn vader en dan ik. Snap je wat ik bedoel? Nee, hij snapte het niet. Ik ook niet. Ik haalde een wereldkaart tevoorschijn en probeerde hem uit te leggen waar we nu op de aardbol stonden. Hier, we staan nu hier, op deze plek van de aarde en de aarde staat hier in de hemel. Kijk, ik teken nu de aarde, de zon, wij, jij en ik staan nu hier. Maar we zien de zon niet. Geen licht, nacht. Ik was ver gegaan, heel ver en een beetje verdwaald zodat ik geen lijn meer tussen die theorieën en mij niet binnen kon trekken. Ik stopte ermee. Het is te laat, ga maar slapen, gebaarde ik. En hij ging. Naar een presentatie op het evenementenplein bij Scheltema en in het kader van onze wekelijkse activiteiten, het cultureel platform, voor volgende week op 20 april op donderdagavond van 7 tot 8 hebben we een hilarisch schrijversduo West en Wendt. Ze schrijven thrillers en ze presenteren hun nieuwe boek voor het Tuchtcollege. Het wordt heel erg leuk en we zouden het leuk vinden als u erbij was.